boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Anton Dillen. En zoals jullie weten heeft Fabio al lang een liedje uit, genaamd GTA. En gaan we dus reageren op Fabio GTA. Let's go! Oké, we zitten bij Fabio GTA. Ergens in Antwerpen. Aan het station. Ja, dat zal de eerste 15 seconden zijn al nice en al decent. Produced anders, present by Wake Up Entertainment. Directed by Nussau. Ik had koud. Brr, brr. We gaan omhoog, we gaan niet down. De lange Leemstraat. In mijn stad hoor je pau pau. Big Mac. Ik hoef geen wisselgeld. Dat is dan het station, dat is de Reuzenrad dan het station. Want hier zie je het centraal station op je rechterkant. Mevrouw. Wauw. Een vies doe pop pop. Dat is een cowboy handje. Cowboy hoed. Zijn riem van. Ben gefocust op mijn zaak, ja. Dat is iets aan Maria beeldjes ziet en dan. Ja. Ik weet waar die doet. Ik weet niet waar dat het was. Ben nog niet klaar. Ook ergens in een cafeetje waar dat hem zit. Weer het station. Dat is smoutable kraams. Dat weet ik niet wat dat is. Maar dat ziet er mij niet in de buurt van het station uit. Lange Leemstraat weer al. Ja, dat weet ik niet wat dat is. Ik denk dat dat standbeeld is van Antwerpen of zoiets. GTA, ik weet exact waar ik wil staan. Nee, het stadhuis is dat ook niet. Dat weet ik niet zijn. Is dat niet Chocolate Nation of zoiets daar in de buurt? Dat deze in de buurt van het station is, ik weet het niet. Wat moet ik nog voor mijn toekomst doen? Ik weet dat het goed komt. Ah, je weet dat het goed komt, Fabio. Dat is goed, manneke. Ik ben slim, maar doe dom. Dat was onder Legacy, je ziet. Weer het station in beeld brengen. Op het balkon, maak mezelf draai om. Laat me zien wat daar is. Dat is precies. Ik zou niet weten wat dat is. Precies in de buurt van. Nee, ik zou het niet weten. Mijn leven gaat te snel. Feliciteer mij als het klaar is. Voor nu zo. Hier zie ik hem weer. Nu zie ik zijn cowboyhoed en de cowboyhoed volledig in beeld. Ben bezig gaat draaien. Ze kijken. Waarom die meisjes allemaal op dat grond? Like Fabio. Het gaat leaken of het gaat over u. En die meisjes moeten. Oh, ik vlieg de concurrentie. Ai ai ai. Ik laat ze zakken net als kan. Die zijn ook allemaal. Ik weet niet, zijn dan aan het acteren, ik weet niet. Hier zie ik het Chef Verheyen of zoiets. Is dat niet dan. Ja, ik weet het niet. Realiteit geen bla bla. Ja, laat ze zien. Ah, ik denk dat ik weet waar het was aan de opera. En hier was het dan in de Lange Leemstraat waarschijnlijk. Wat leven is, tot er geen zeven is. Dat weet ik niet wat dat is. Wel goed van editor dat hij. Oh baby, ik had hier al langer aan gedacht. Ik doe niet
nee, ik doe dit en niet. Oké, hier is een Empress. Leonardo. Niet wat jij van mij had gedacht. Nee, dat doe ik. Dat zal dan de opera zijn. Me niks, nee, nada. Ben solo, geen piranha. Maak me geen zorgen voor. Hier weer was Zolondang Leemstraat. Amara. Ben gefocust op mijn zaak, ja. De Legacy. Ja. Ik weet wat ik doe. Dat zal dan ook weer in de Legacy iets zijn. En je ziet hier ook weer zien van... Wauw. Ben nog niet klaar, na. Het is geen game met GTA. Realiteit geen GTA. Ik heb schaad met GTA. Hier een fietsenstelling, daar poseer ik regelmatig. Als ik met de trein ga. Het is geen game met GTA, realiteit geen GTA, ik weet exact waar ik voel. Dat zal dan ook ergens de Legacy of zo zijn dat je ziet. Die want hier ga ik meestal naar, alleen waar dat hier achter staat. Daarachter ga ik meestal binnen. Ik heb schat met GTA. Dat hier, dat was daar al. GTA, GTA, GTA. Die mensen moeten ook denken van, wauw. GTA, GTA, GTA. Dan, nou. I don't know, maar ja. Ja, want hier, hier meestal ga ik langs binnen. Dat is gewoon. Oké, wat vond ik van dit liedje? Wat vond ik van de clip? Want ik heb het liedje al veel gehoord, maar ik heb de clip eigenlijk nog niet gezien. Wat vond ik van de clip? Het is een goede clip. Goed geëdit door degene dat geëdit heeft. En ja, het was eigenlijk wel een goede clip. En ja, ik zou het zo niet geëdit kunnen hebben. Dus shout-out naar degene die de clip geëdit heeft. Je hebt van een goede, je hebt een goede clip gemaakt. En ook respect aan Fabio dat hij, ondanks alle shit dat hij rond zich heen krijgt, nog altijd door blijft gaan. Dus, shout-out naar u Fabio, shout-out naar, ja, shout-out naar heel zijn team eigenlijk. Dus, ja, shout-out naar jou Fabio, shout-out. Zo.